In een complexe erfeniszaak tussen Monique Desbouvries en de oudere kinderen van Jan Desbouvries, Nicole en Jean-Marc, wordt de situatie steeds intenser. De onenigheid draait om de erfenis van Jan, die naast twee kinderen met Monique ook twee kinderen had uit een eerdere relatie. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk gerommeld is met de erfenis voor zijn overlijden. In een recente rechtbankzitting in Leeuwarden kwamen beide partijen bijeen, waarbij Monique onverwacht vergezeld werd door haar goede vriendin Natasja Vroger. Dit leidde tot ongemak bij Nicole, die de aanwezigheid van Natasja als buitenstaander als ongepast ervoer. De aanwezigheid van Natasja leidde tot speculatie en vragen over haar rol in deze zaak. Nicole was verbaasd over Natasja's aanwezigheid en vroeg de rechter zelfs om haar afzijdig te houden vanwege de gevoelige aard van de kwestie. Natasja verklaarde dat ze eigenlijk niet van plan was om de rechtbank binnen te gaan en dat ze er was om Monique te ondersteunen. Deze opmerkelijke situatie werpt de vraag op. Waarom was Natasja aanwezig in de rechtbank? Ze beweerde dat ze er puur was om Monique te steunen en niet van plan was om bij de zitting aanwezig te zijn. Toen er echter een bespreking van privézaken plaatsvond, koos Natasja ervoor buiten te blijven en koffie te drinken. Monique en Natasja ontkenden enige opzet in hun aanwezigheid bij de rechtbank en benadrukten dat het een gebaar van ondersteuning was. Nicole had aanvankelijk geen bezwaar geuit tegen Natasja's aanwezigheid. Maar voelde zich later ongemakkelijk en vroeg de rechter om haar afzijdig te houden. De cruciale vraag blijft: wie zal de erfenisaak uiteindelijk winnen? Deskundigen suggereren dat de oudere kinderen van Jan al enkele overwinningen hebben behaald in deze zaak, maar de strijd is nog steeds gaande.